Er is een grote brand ontstaan bij Metal Top, een metaalbedrijf aan de James Wattweg in Vlaardingen-West. Er zou kortsluiting zijn ontstaan binnen de ventilatie. Daardoor kwam er in het pand veel rook vrij. De ventilatieschacht is opengeslepen om uiteindelijk bij de plek te kunnen. Ja, de James Wattweg is nabij een gebouw. In de silo is brand uitgebroken. In die silo ontstaat dan heel veel warmte en die proberen we zo snel mogelijk te blussen. En daar is de brandweer ook dan op ingezet om dat zoveel mogelijk te doen. Ja, ik had ook begrepen dat omdat het dus in zo'n silo zit, dat daarom dus al heel snel heel groot werd uitgerukt. Op het moment dat het in de silo begint, vlakbij het gebouw, zien we dat de kans op overslag gewoon heel groot is. Dus dat het gebouw daarnaast ook mee gaat branden. En om dat te voorkomen, om zoveel mogelijk gelijk te kunnen koelen en de overslag te gaan voorkomen, hebben we gelijk groots ingezet. Dat klopt inderdaad. Ja. Er waren ook meldingen dat er bepaalde ramen en deuren dicht moesten, dat er bepaalde gevaarlijke stoffen bij zouden zitten. Wat is daarover te zeggen? Klopt. Het is eigenlijk een standaardadvies ook op het moment dat er rook vrijkomt bij een brand. Rook is per definitie slecht. Dus dan is het altijd verstandig, heb je geurhinder of last van die rook om je ramen en deuren te sluiten en je ventilatie ook uit te zetten. Bij deze ontwikkeling is er wel geurhinder voor de omgeving opgetreden, maar zijn er verder geen gevaarlijke stoffen gemeten in de omgeving. Hoe lang gaat dit nog duren en is het nou eigenlijk onder controle nu? De brand blijft tot nu toe in de silo. We zijn ook een plan nu aan het maken om het ook in de silo te houden en de temperatuur daarin naar beneden te brengen. Om echt die brand uit te maken. En we zijn nu echt aan het onderzoeken hoe we dat sneller kunnen doen. Door de matige zuidwestenwind verspreidde de lucht zich richting de Westwijk, bedrijventerrein Groot Vettenoord en de Indische buurt. Om 6:30 in de avond werd het zijn brandmeester gegeven.